laten we snel deze doos openmaken en kijken wat er allemaal in zit. Dus langs de rand van een bos of naast een gebouw, daar kun je in de problemen komen. Maar, zul je zeggen, is er nou helemaal geen nadeel aan die Starlink? Nou, ik denk dat er twee zaken zijn waarmee je serieus rekening moet houden. Hallo, leuk dat je kijkt. Een paar maanden geleden presenteerde Starlink de Mini. Een compacte uitvoering van de satellietschotel voor internetverbindingen. En sinds een paar weken is deze versie nu ook in Nederland beschikbaar. En natuurlijk kon het niet uitblijven dat ik hem zou gaan testen. Nou, ik heb deze Starlink overigens zelf gekocht, net als de vorige versies van Starlink. En ik kan dat alleen doen omdat jullie allemaal naar deze video's kijken. En doordat we regelmatig sponsoren voor onze video's vinden. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie steun, zodat dit gedaan kan worden. In deze video ga ik de Starlink Mini uitpakken. We bekijken de componenten, de afmetingen en het gewicht. En natuurlijk activeer ik hem en ga ik de up- en downloadsnelheden en het stroomgebruik vergelijken met de Starlink Generation 2. Die gebruik ik namelijk nu voor zeg maar mijn internetmix van verbindingen. Ik gebruik namelijk ook een 5G-oplossing in een aparte router. Maar op de echt lastige plaatsen gebruik ik Starlink. Aan het eind van deze video weet jij of de Starlink Mini de beste keuze is voor jou. En misschien kijk jij binnenkort televisie via een Starlink. Maar ik deel ook mijn bedenkingen over Starlink en dat zou zomaar een dealbreaker kunnen zijn. Nou, mijn naam is Jos Mark van Camping Trend en ik ben gek op technische oplossingen. Internet is voor mij een eerste levensbehoefte en natuurlijk om de website van campingtrend.nl te kunnen onderhouden, maar ook om video's zoals deze te kunnen uploaden als we onderweg zijn. Ik was er dan ook als de kippen bij toen Starlink in Nederland beschikbaar kwam en ik heb er gelijk eentje aangeschaft. Nou, dat heb ik toen gedaan en sindsdien zijn er verschillende aanpassingen geweest bij Starlink. Zo kon je bij de eerste abonnementen de schotel alleen binnen je postcodegebied gebruiken. Nou, gelukkig veranderde dat snel, want anders had ik die set toen gelijk teruggestuurd en dan hadden we het er nu niet over gehad. Maar laten we snel deze doos openmaken en kijken wat er allemaal in zit. Op de deksel van de doos zie je gelijk een eenvoudige uitleg van hoe alles werkt. Verder vind je in de doos een schotel, een 15 meter kabel, een voedingskabel en een paaladapter en de kleine voeding. En dat is alles. En dat is lekker overzichtelijk. De schotel is opvallend compact, waardoor hij natuurlijk ook minder gewicht heeft dan de Gen 2 en de Gen 3 schotels. De Mini weegt compleet met voeding en kabel minder dan 2 kilo. Ter vergelijking, de Gen 3 weegt ruim 3,5 kilo en de Gen 2 weegt in totaal 1,5 kilo. Die laatste die schat ik, want Starlink geeft geen informatie over het gewicht van deze versie. Het meest opvallende aan de Starlink Mini is dat alles gebouwd is in de schotel. Dus je werkt niet met een losse router. Nou, om hem te activeren plaats je hem op een plek met vrij zicht naar de lucht. Nou, dan zet je de spanning op de Mini en die zal opstarten en dat duurt eventjes. Nou, op je telefoon moet je de Starlink app hebben geïnstalleerd. En zodra de Mini is opgestart kun je hem vinden tussen de wifi access points. Je verbindt je telefoon met die wifi, er zit geen wachtwoord op. En in de Starlink app kun je vervolgens de positie van de Mini controleren. Nou, voor de beste verbinding moet je de schotel zelf in de optimale positie plaatsen. Dat is een groot verschil met de Gen 2, die dus zelf de juiste kant op draait en de ideale elevatie, de hoek, kiest, zeg maar. Maar Starlink is tegenwoordig zo sterk dat je de schotel ook plat op het dak kunt gebruiken, of achter de voorruit, onder een dakluik, of zelfs rijden moet het werken. Nou, dus die positie, die lijkt niet zo heel belangrijk. Let er echter wel op dat je vrij zicht hebt en houd rekening met de kijkhoek van de schotel. Die is 110 graden. Dus langs de rand van een bos of naast een gebouw, daar kun je in de problemen komen. Ik zal dat even wat beter proberen uit te leggen. Starlink maakt gebruik van bewegende satellieten die op ongeveer 550 kilometer hoog hangen. En als ze stil zouden hangen ten opzichte van de aarde, dan zouden ze zo naar beneden vallen. Daarom bewegen ze in een baan om de aarde en krijg je steeds verbinding met een andere satelliet. Nou, op dit moment zijn er meer dan 6000 satellieten operationeel. En dat is al een stuk meer dan de 2500 die 2 jaar geleden operationeel waren. Het net is dus nu een stuk dichter geweven dan toen. En daardoor vliegen de satellieten dus dichter bij elkaar. Nou, als je verbinding krijgt met een satelliet, dan volgt die antenne in de schotel de satelliet in zijn baan. Nou, voordat die satelliet uit beeld raakt, komt er een volgende in beeld en geven ze de verbinding door en zo houd je dus contact met het internet. Maar als je een deel van het gezichtsveld afschermt, ja, dan is die satelliet dus eerder uit beeld dan dat de volgende in beeld komt. En daar zit een gat in de verbinding en dat noemen ze een time-out.
Nou, dat is heel lastig als je televisie zit te kijken, want dan ben je aan het streamen. Maar als je geen tv kijkt, maar bijvoorbeeld je e-mail ophaalt of de krant zit te lezen of een volgende bladzijde op internet opzoekt, dan heb je daar een stuk minder last van zo'n time-out. Omdat je niet continu die data nodig hebt. De schotels zijn nu opgesteld en ik ga even een speedtest doen op de Gen 2 op mijn oude Starlink. Ik zit nu in de app van Starlink en dan zal ik het als eerste doen. Dan ga ik naar statistiek en dan zie je al hoeveel procent. Kijk, eigenlijk is die net opgestart. Dan duurt het ongeveer een kwartier voordat die geoptimaliseerd is. Dat zie je hier ook in beeld. Maar we kunnen wel, denk ik, een redelijke snelheid gaan maken. Ze zeggen nu dat hij, ga even een testje doen. Even kijken, speedtest, snelheidstest. Zo, daar gaat hij. Is behoorlijk snel hoor, maar ik heb dus vroeger, in het begin heb ik wel meer dan 200 Mbit gehaald. Nu is hij de upload aan het doen. En die zie je hieronder. En dat is een stuk lager. Dus de download heb ik hier op de grote versie 156 megabit per seconde. En de upload is 18,5 megabit per seconde. Nou, je hebt niet zo heel veel upload nodig om een goede download te kunnen halen. Die upload wordt alleen maar gebruikt om de pakketjes te bevestigen. Er worden pakketjes gestuurd, internetdata zit in een pakketje, dat wordt naar beneden gestuurd en er wordt dan als die ontvangen is, wordt verteld door het netwerk, ja, ik heb pakketje dat en dat ontvangen, pakketje dat en dat ontvangen. Dus dat is alleen maar een berichtje en er zit niet heel veel data in, dus dat kan prima. Ik zal hem zo meteen nog een keertje doen, ik kan zelfs een geavanceerde snelheidstest tegenwoordig doen. Laten we maar eens even kijken, dan doen we deze ook, nu we toch bezig zijn. Kun je precies zien hoe het loopt. Iedere keer wordt die app vernieuwd en dan komen er nieuwe mogelijkheden in. Nou, je kan in een nieuwe app kun je dus ook zien wat de snelheid is tussen de router en je telefoon bijvoorbeeld. En dat is ook wel handig om te weten, want als daar de snelheid nou laag is door een heleboel verstoringen, dan weet je dat dus ook. Nou, dat is snel. 20 MB upload haal ik en 183 MB download op de grote Starlink. Dan ga ik nu naar de kleine Starlink omschakelen. Ik zie een Een 16,3 MB download, een megabit, en een 11 megabit upload. Dat is toch wel een heel groot verschil met die grotere Starlink. Ik weet niet of ik daar nou heel blij van word. Ga ik even naar de geavanceerde snelheidstest. Het kan zijn dat ik hem gewoon nog iets beter moet positioneren, maar dit is nauwelijks snel genoeg om televisie te kijken. Ah, nu gaat die beter. Het is bij die Starlink Mini dus ook van belang dat je niet te ver bij het apparaat vandaan zit. Want de wifi zit ingebouwd in de schotel. En in tegenstelling tot de Gen 2 of de Gen 3 zelfs, heb je de standaard versie, heb je een losse router die je dus binnen in de camper kan plaatsen. Overigens kun je wel een kabel verbinden met die Mini ook. Alleen die kabel die is ook nog niet voorhanden en die opening is dus niet waterdicht als je daar een UTP-kabel in steekt. En die UTP-kabel, daarmee kan je naar je eigen router gaan en die heb ik hier ook. En dat ga ik denk ik ook doen en als ik die UTP-kabel erin steek, ja, dan krijg ik dus een betere verbinding qua wifi. Nou, ik heb 121 Mbit download en ik heb 4,5 Mbit upload. Ik vind het nogal, ik vind het echt matig. Ik ga even kijken wat de Gen 2 inmiddels doet. Want die is nu ook wel een kwartiertje in de lucht. Dus ik ga eens even testen. Nou, voor mij persoonlijk zijn de uploadgegevens belangrijk. Omdat ik natuurlijk video omhoog stuur. En voor download, ja, televisie kijken kun je ook bij 90 Mbit. En dat is op zich prima. Ik ga dat overigens in de komende tijd wel uitproberen hoor. Nou, dit is 162 Mbit down en 13,8 Mbit up. Dus die upload, die is nogal wisselend. En staan ze hier naast elkaar op dezelfde positie. Hè? We zitten op dezelfde plek op de wereld. En we zijn waarschijnlijk ook met hetzelfde station op aarde verbonden. En waarschijnlijk ook met dezelfde satelliet. Eigenlijk wel zeker. Wat ik nu ga doen, is even een speedtest met speedtest. Waar is mijn speedtest? Daar is mijn speedtest. Nou,
Hij zegt dat hij nu verbonden is met SpaceX Starlink. En ga. Nou is de download een stuk langzamer. Hij zegt 130 Mbit. 130 Mbit download. Dat is een gemiddelde van de periode. Upload wordt ook langzamer. En we zitten nu op die Gen 2, hè? Dus op de grote schotel. 15,3. Ga ik omschakelen naar de Mini. Hij zegt dat hij verbonden is met SpaceX Starlink. Ga, KPMBV. En dit is de Mini. Nou, de resultaten. Ja, meestal is de Starlink app een beetje gekleurd. En ziet het iets beter uit als in werkelijkheid. En dat zie je nu ook. Maar ja, dat kan ook met andere factoren te maken hebben. Ik krijg nu op die Mini krijg ik een 84,5 Mbit download. En ik krijg op de upload een 9,47 Mbit. En voor de goede orde zal ik hem nog een keertje doen. Zullen we ook hier een dubbele test hebben. Maar ik verwacht daar niet heel veel verbetering mee. Nou, hoe komt dat nou dat die Mini een stuk trager is? Ongeveer de helft zo hard gaat als die Gen 2. En dat komt omdat het formaat ook de helft is. En het aantal antennes dat met de satelliet communiceert is minder. En dan krijg je dat dus. We zien nu een 122 Mbit download en een 14,8 Mbit upload. En die is dan weer gewoon goed. Nou, helemaal niks mis mee voor zover die statistieken. Ik ga hem ook nog even aansluiten op de energie en dan gaan we de energie even meten. Nu ze allebei aanstaan, kunnen we naar het verbruik kijken. Ik plug ze daarvoor in de EcoFlow, zodat je eenvoudig kunt aflezen wat dat verbruik nou precies is. Nou, dit is zonder meer een van de grote voordelen van de Starlink Mini. Het verbruik is volgens Starlink niet meer dan 40 watt, hè, maximaal. Terwijl in die grote versie dat tussen de 75 en de 100 watt kan zijn. Nou, dat is een behoorlijke aanslag op je accucapaciteit als je vrij staat. En de Mini die scoort hier aanzienlijk beter. Nou, hier zie je dat ik hem heb aangesloten op die EcoFlow. En hij begint met iets meer dan 20, 25 watt, zeg maar 28 watt. En gemiddeld kom ik denk ik uit op zo'n 30 watt. Als je gaat downloaden of in hoge kwaliteit gaat streamen, dan zie ik hem oplopen en dan komt hij iets boven de 30 watt tot maximaal zo'n 38 watt. Maar als we dan naar de Gen 2 gaan, zeg maar de standaard actuated, de versie die ik al had, ja, dan is dat verbruik gelijk een stuk hoger. Dat komt zo bij het opstarten rond de 40, 42 watt en tijdens het gebruik op zo'n 50 watt. En op het moment dat ik ga downloaden en uploaden, ja, dan wordt dat verbruik nog iets hoger. Ze zeggen niet voor niets dat dat 75 watt kan zijn. Ook al gebruik je de Starlink niet en is die wel aangesloten, gebruikt de Mini zo'n 25 watt. En de Gen 2, de standaard actuated, gebruikt zo'n 42 tot 50 watt. En dat is toch aanzienlijk hoger. Nou, als je hem gaat gebruiken, wordt het allemaal nog een beetje meer. Het is dus een no-brainer dat die Mini qua energieverbruik de slimste keuze is. Maar wat kost nou die Starlink Mini en welk abonnement moet je hebben? Nou, ik betaalde €750 voor de eerste generatie Starlink. En ik betaalde toen €99 per maand voor het abonnement. Inmiddels betaal ik alweer een tijd het lagere tarief van €59 per maand in het Roam abonnement. En dat is volgens mij het beste en het enige abonnement dat je zou moeten overwegen als je kampeert met een Starlink. Nou, hiermee kun je op iedere plek op het continent waar de schotel geregistreerd staat een verbinding opzetten. En in de maanden dat je hem niet gebruikt kun je hem pauzeren. En dan betaal je met het abonnement helemaal niets. Het Roam abonnement is een zogenaamd flat fee. En dat wil zeggen dat de data inclusief en onbeperkt is. Overigens is de snelheid wel aan banden gelegd, maar snel genoeg om te streamen of om televisie te kijken. Maar Starlink past regelmatig de abonnementen en de snelheden aan. Dus de prijzen van vandaag zijn helemaal geen garantie voor de toekomst. De hardware van de Mini kost €399. Inclusief btw en verzendkosten betaal je er €422 voor. Overigens is de grotere Gen 3, die bij Starlink standaard heet, €349 en betaal je voor de standaard actuated, dat is dus die Gen 2, nu €249. En ik vind dat echt heel goedkoop voor een dienst waarvoor inmiddels 10.000 satellieten zijn gelanceerd. Maar, zul je zeggen, is er nou helemaal geen nadeel aan die Starlink? Nou, ik denk dat er twee zaken zijn waarmee je serieus rekening moet houden.
De eerste ligt niet zo voor de hand uit mijn mond, want ik ben echt geen complotdenker. Maar Elon Musk is wel bezig een hele erge machtige man te worden. En hoewel ik meen dat hij echt geniaal is, heeft hij ook een paar hele vreemde trekjes. Niemand kan voorspellen wat hij gaat doen met al die kennis en informatie die hij over ons verzamelt. En het klinkt alsof hij de mensheid probeert te helpen, maar tegelijkertijd doet hij dingen met bijvoorbeeld X, het voormalige Twitter, waar je toch vraagtekens bij kunt zetten. De populariteit van Starlink en Tesla en straks Neuralink, een project waar hij mee bezig is, zijn fantastische projecten met heel veel mogelijkheden. Maar of we hier over 10 jaar nog zo blij mee zullen zijn, dat is wat mij betreft echt wel de vraag. Punt 2. Als we allemaal een Starlink Mini op onze caravan of camper gaan zetten, wat heeft dat dan voor gevolgen voor de bandbreedte? Kan dat netwerk dat aan? Krijgen we nog een beetje snelheid? Of gaat het dan zo hard omlaag dat we er opnieuw helemaal niks aan hebben? En eerlijk is eerlijk, er hangen nog 4000 satellieten te wachten op een stationering en SpaceX mag er nog 2000 meer lanceren. Het aantal grondstations is op dit moment nog vrij laag. En ik denk dat dat makkelijk uit te breiden is, dus theoretisch is het behoorlijk schaalbaar. Maar of dat tegen dezelfde kosten voor de gebruiker kan, dat moeten we allemaal afwachten. Op dit moment lijkt Starlink Mini in ieder geval dé ideale oplossing voor internet en televisie, voor kampeerders. Nou, met al een heel verhaal en ik ga met deze set de komende weken testen. Eerst in Düsseldorf en straks nog even in Frankrijk. En in oktober kom ik er nog wel een keertje op terug. En dan zal ik ook uitleggen hoe je de set aansluit op een USB-C. En dat die dan nog minder energie verbruikt. En vooral waarom je dat zou moeten willen. Maar wil je nu misschien liever weten welke 5G-router je best kunt gebruiken? Dan heb ik hier nog een video voor je. Bedankt voor het kijken!